gebracht. Wat is uw favoriet ingrediënt? Of heb je ingrediënten die u inspireren bij uw creaties? Als ik er één moet kiezen, zou ik zeggen vanille of boter. Of neem dan maar één van de basisingrediënten, want ik vind het moeilijker om met eenvoudige basisingrediënten een lekker product te maken dan met iets extravagants. Is er een bepaalde manier waarop dat je de keuze van je ingrediënten bepaalt? Of hoe zoek je je ingrediënten uit? Ik denk dat er verschillende factoren zijn die een rol spelen daarin. Natuurlijk versheid, afkomst. Ik vind het een groot pluspunt als je weet waar de aardbeien geteeld zijn en waar ze geplukt zijn. De beste hazelnoten groeien in Piemonte, vanille van Tahiti of van Madagaskar. Ik vind het ook wel belangrijk dat je weet dat er een eerlijke handel aan vooraf gegaan is en dat er geen uitbuiting bijvoorbeeld aan te pas gekomen is. Dat de landbouwers een eerlijke prijs gekregen hebben voor hun waren, dat vind ik wel ook belangrijk. Ja. Daarom dat we ook af en toe zelf in de buurt op zoek gaan naar fruittelers dat we dan zelf een band mee creëren en zelf 100% weten waar het geteeld is, waar het vandaan komt en wanneer de beste periode is voor welk soort fruit en wanneer het seizoen optimaal is voor u. Kan een producent of een leverancier, kan hij u stimuleren met zijn grondstoffen? Absoluut, denk ik. Ik denk dat er niemand zijn product zo goed kent als de producent zelf. Een leverancier of een teler van aardbeien of van vanille of van noten, die dag in dag uit continu met zijn product bezig is, kent zijn product automatisch het best en zal ook meer tips kunnen geven van wat dat er op een bepaald moment van het jaar heel goed combineert met hun product. Hoe belangrijk zijn room en boter nog altijd in de visie van uw patisserie vandaag? Voor mij is dat zijn dat nog altijd de belangrijkste ingrediënten. Het zijn voor mij de hoekstenen van het huis en de fundering van het gebouw. Ik denk dat we allemaal weten, zonder een goede, stevige en kwalitatieve fundering kan je nooit geen stevig huis bouwen. Voor mij is het ook niet echt zinvol om daarop te besparen. Omdat net de basisingrediënten zijn die de basis zijn van alles, van de kwalitatieve zaak en van kwalitatieve producten. Waarom? Dus op die manier heb ik dan zelf ook controle van A tot Z, van begin tot einde, van grondstof tot eindproduct. En dat vind ik wel belangrijk.